YOLO! Wacht eens even. Is deze niet over de datum? Dit is niet goed, wacht even. Nee! Wacht. Nee! What the fuck? Welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Minecraft Survival. Hier, oh mijn arm. Hier, op, doe maar, gamen. Oké, episch intro, check. Oortjes, plof plof. De reactie spotlight. Bam! Dat zijn de 5 reacties van de reactiespotlight van vandaag. Als jij nou ook in de reactiespotlight wilt komen, dan kun je onder deze video even een leuke reactie achterlaten. En wie weet komt die reactie dan in de volgende reactiespotlight in Job's Minecraft Survival. Fuck yeah. Jongens en meisjes, jullie zien het waarschijnlijk al aan mij. Mijn naam is Job, ik maak video's voor het internet. Zo nu en dan. Oké, misschien super vaak. En misschien ben ik net een nieuwe serie gestart genaamd Job's Minecraft Survival. Ik heb hier citroenstap. En dat brengt mij naar het kut. Kut. Oh nee, laat maar. Oh shit, joh. Ik dacht heel even dat hij geknapt was. Ik denk, nee. Als dit knapt, dat plakt echt als teneten gewoon. Dat is niet normaal. Oké, cool. Kut. Jongens en meisjes, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Job's Minecraft Survival. Mijn naam is Job en dat wisten jullie waarschijnlijk al. En in deze nieuwe aflevering van Job's Minecraft Survival gaan wij weer lekker knallen. Ik heb in ieder geval weer 5 nieuwe reacties in beeld laten komen die vandaag in de reactiespotlight zijn gekomen. En zoals jullie in mijn inventaris kunnen zien, heb ik weer 2 nieuwe Lucky Blocks. Wat inhoudt dat wij die vandaag natuurlijk lekker gaan openmaken. Dus heb je nou nu al zin in deze video en ben jij even enthousiast als mij, dan kun je deze video natuurlijk even een blauw duimpje geven. En dan beginnen wij deze aflevering lekker explosief, wat ik eigenlijk al heb gedaan. En wij gaan nu gelijk even kijken wat er in deze 2 Lucky Blocks zitten. En wanneer we dat hebben gedaan, dan breng ik jullie naar het volgende onderwerp. Namelijk de citroensap. En daar ga ik dan gelijk wat meer over vertellen. Ik kwam een beetje consumptie uit mijn mond toen ik dat zei. Maar oké, cool. Ik ben enorm benieuwd wat er in deze 2 Lucky Blocks gaan zitten. Maar jongens, meisjes. Voordat ik deze 2 Lucky Blocks ga openmaken, ga ik eerst even snel naar mijn huis toe. Want ik zet mijn microfoon even wat dichterbij. Want jongens, meisjes. Ik heb natuurlijk de vorige aflevering enorm veel iron verzameld. En iemand die schreef in de comments tegen mij dat is al een tijdje geleden gebeurd. En ik heb het ook al meerdere malen in een mod showcase gezien op YouTube. Dat is namelijk zo. Het is namelijk zo dat jij met iron de kans dat een lucky block geluk brengt kan vergroten. Dat kun je eigenlijk doen met elke oor die er is. Behalve met kool en redstone. Met lapislazuli kan het geloof ik ook niet. Dus kool, redstone en lapislazuli kan niet. Diamonds, emeralds. Moet ik even goed nadenken. Gold en iron kun je er geloof ik wel voor gebruiken. Wat je namelijk kunt doen is je zet een lucky block zet jij in het midden neer. Lucky blocks die kun je trouwens ook zelf maken met goud. Hoe dat precies in zijn werking gaat, dat moet ik nog een keertje uitzoeken. Het zou natuurlijk super awesome zijn als we uiteindelijk meer Lucky Blocks kunnen maken, zodat we elke keer in het begin van de aflevering een paar Lucky Blocks kunnen openmaken. Maar misschien midden in de aflevering dan zelf nog een aantal Lucky Blocks kunnen maken. Ik bedoel, dat zou natuurlijk super sick zijn. Maar we hebben hier nu natuurlijk een Lucky Block in het midden neergezet. En wat ik uit geheime bron heb ondernomen, wat eigenlijk gewoon het internet is, is dat je er dan iron omheen moet doen. In dit geval iron tenminste. Je zou het ook kunnen doen met diamonds. Ik geloof dat het zo is dat je met emerald het meeste geluk hebt. Of nee, met diamonds heb je het meeste geluk. Daarvoor met emerald, daarvoor met gold en daarvoor met iron. Dus je zou dit moeten doen. En jouw jongens en meisjes, het werkt. Ik heb nu namelijk plus 24% geluk. Dus stel ervoor, ik zou veel meer iron eromheen doen. Dan zou ik het dus uiteindelijk voor elkaar kunnen krijgen om bij de 100% aan geluk te komen. En fuck this shit! Ik ga er gewoon lekker voor. Ik heb dus hier nu een lucky block met 0% luck, waarvan er dus een pittig grote mogelijkheid is dat er iets kuts uitkomt. In de vorige aflevering van Job's Minecraft Survival is er namelijk een hele grote zombie uitgekomen. Of ja, een hele grote zombie. In ieder geval een hele sterke zombie. Die zombie die heette Bob. En Bob die kon ik bijna niet vermoorden. Bijna niet. Gelukkig is het me de vorige aflevering toch nog gelukt om Bob in het oogje te nemen. Ik zorgde er namelijk voor dat ik een enorm groot gat creëerde. En ik geloof zelfs dat Bob hier nog ergens verstopt zit. Dus ik zal heel even snel een kijkje nemen waar dat gat ook weer is waar ik Bob had ingegooid. Want ik was namelijk echt super bang dat die Bob mij zou gaan vermoorden. Want dat ding was echt zo enorm sterk. En het lullige was nog wel. Als je daar benieuwd naar bent, kun je trouwens gewoon even de vorige aflevering checken. Hij zit hier trouwens voor de mensen. Bob. 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 Waar is Bob? Oh nee,
Nee, Bob is ontsnapt. Of hij is gedierspand. Laten we hopen op het tweede. Als hij namelijk ontsnapt is, ben ik de pineut. Want ik meen het, jongens en meisjes. Dat beest was echt insane sterk. Elke keer wanneer ik Bob één klap gaf, gingen er bij mij twee hartjes af. Puur alleen al door die armor die hij aan had. Omdat hij namelijk torns had of zo. Ik denk dat hij echt overal torns 3 op had of zo. Als het goed is, kunnen we daarin veranderen. Kom aan, kom aan, kom aan. Waar is hij? Waar is hij? Come on, come on. Dit is irritant. Nou, what the fuck? Ja, nice. We kunnen nu veranderen in dat fucking kleine beestje. Ik weet niet wat het was, maar het leek op een soort van springhaan of zo. Fucking episch. Nu kunnen we echt super klein worden. En dan kunnen we waarschijnlijk echt overal tussendoor wurmpelen. Dat is zo nice. Maar in ieder geval, jongens en meisjes, we hebben dus weer twee nieuwe Lucky Blocks erbij. Eén van die twee Lucky Blocks, daar heb ik nu natuurlijk wat iron omheen gedaan. Waardoor die Lucky Block dus eigenlijk gewoon meer geluk brengt. Dus dan is de naam Lucky Block wat bijpassender. Ik hoop ook dat het geluk ons daadwerkelijk meer geluk gaat geven. Zul je net zien dat de Lucky Block waar ik geen iron naartoe heb gevoegd meer geluk gaat geven dan degene waar ik wel iron naartoe heb gevoegd. Doet er even niet toe. Wij gaan de eerste Lucky Block neerzetten. En wij gaan kijken wat er in die Lucky Block zit. Ik hoop uiteraard op het beste. En wanneer we dan de eerste Lucky Block hebben opengemaakt waar 0 luck bij staat, gaan we daarna deze Lucky Block openmaken waar 24 luck bij staat. Oh gosh, guys. Ik ben zo benieuwd wat erin gaat zitten. En dan gaan wij van dit moment even een mooi geschiedenismoment maken. Dit gaat later in de geschiedenisboeken staan. Job die een Lucky Block openmaakt in de 4e aflevering. Ik was even aan het denken de hoeveelste aflevering dit was. Dit is alweer de 4e aflevering. Dus ik zou zeggen 3, 2, 1, boom! Oh, wat hoor ik? Wow! Wow, what the fuck zijn dat? Wow, ouwe. Oké, okay, fuck your shit. 3, 2, 1. Nice! Nice! Oh, dit is zo nice! Kijk, daar zijn fucking veel paarden! Yes! Nu heb ik paarden en kan ik die overal mee naartoe nemen. En ik geloof dat er zelf een skelettenpaard is. En als ik dat skelettenpaard kan tamen, dan ben ik gewoon een of andere enge Halloween terreurgast of zo. Fucking episch. Dat is zo enorm sick. Ik moet wel zeggen dat ik geloof dat die skelettenpaarden je wel aanvallen. Dus ik moet wel even kijken of je die überhaupt wel kan tamen. Maar ik weet in ieder geval dat er in de Ammo Creatures mod niet alleen paarden zijn, maar ook zombie- en skelettenpaarden. Dat skelettenpaard heb ik een aantal afleveringen geleden ben ik die tegengekomen. En terwijl die mij al gelijk vermoorden, dus dat ging niet helemaal goed. Maar ik geloof dat als wij op een zombiepaard stappen en we zorgen ervoor dat hij een beetje van ons gaat houden, geven we hem gewoon even wat morfine en GHB, dan kunnen we hem waarschijnlijk tamen. Fucking episch! Dan hebben we gewoon ons eigen zombiepaard. Oké, okay, cool. We gaan nu voor het gelukkiger blok. Ik ben zo benieuwd wat erin zit, jongens en meisjes. Ik ben echt zo benieuwd of die 8 iron die we er nu aan uit hebben gegeven een beetje zin heeft. Het is best wel veel 8 iron bij nader inzien. Dus ik hoop ook echt dat hier gewoon iets fucking sicks in gaat zitten. Zoals bijvoorbeeld een of andere huge ass. Ik heb geen idee wat er eigenlijk in zou kunnen zitten. Laten we het bekijken. 3, 2, 1. Wow, nice! Fuck yeah! Nice! Oh yeah! Oh, nice! Oh my god! Oh my god! Oh my god, mijn voetje was zo. Ik weet niet wat er zojuist gebeurde, maar ik sprong in één keer met die stoel omhoog. Wat? Fucking sick! 14 diamonds, 15 emerald en 12 fucking gold. Wat? Wat? Gewoon met 24 luck, hè? Dit is zo fucking lucky. What the fuck, guys? What the fuck? Oh, fuck yeah. Dit is zo chill. Oh my god. Oh my god. Dit is zo sick. Hou je bek, Krekel. Verpest het moment niet. Dan lijkt het alsof ik een slechte grap maak. Oh, jongens en meisjes. Ik ben nog niet eens naartoe gekomen om deze challenge te doen. Oh, what the fuck is dit? Ik ben nog nooit zo lucky geweest. Yes, nu kunnen we gelijk lekker doorgaan naar de volgende challenge. Want we hebben namelijk diamonds. Yes, ik ben er zo blij mee, hè? Maar even zonder dodden nu, jongens en meisjes. Wat gaat de challenge van vandaag worden? Ik heb deze missie heb ik enigszins zelf bedacht, maar wel met behulp van jullie. Er waren namelijk enorm veel mensen die schreven in de comments allemaal verschillende soorten missies over Battle Towers. Want ik heb uiteraard de Battle Tower mod hier in deze Minecraft modpack verwerkt. En enorm veel mensen die schreven, Job, probeer 1 Battle Tower in 5 minuten uit te ruimen met alleen een diamond pickaxe. Job, probeer een hele Battle Tower in 10 minuten uit te ruimen als een ostrich. Wat ik ga proberen te doen, is ik ga proberen een hele Battle Tower gewoon uit te ruimen. Dat gaat gewoon mijn allereerste missie worden. Maar, om deze missie nog iets interessanter te maken dan die al is, ga ik bij elke verdieping die ik uitruim, neem ik een slokje van mijn citroensap. En dat ga ik ook daadwerkelijk laten zien door uit dit glaasje te drinken. Wat echt een beetje vochtig is van binnen. Wat echt ziek vies is. Dat is geloof ik niet eens afgewassen. Maar... Oké, okay, nice. Wat we dus even gaan doen, is ik heb eigenlijk even wat meer eten nodig. En dat zuigt best wel hard, want ik heb namelijk geen eten. Dus we zullen maar gewoon... Oh, mijn stem is echt helemaal naar de tering gewoon. Waarom ben ik zo bezig schreeuwen in deze aflevering? Echt niet normaal hoe erg ik ben bezig schreeuwen. Ik ben echt een retard op zich, ik weet het. Maar ja, het moest even, jongens en meisjes. Het moest er gewoon even uit. De positieve energie die ik bij mij droeg, gewoon puur door van alles en nog wat. Het moest er gewoon even uit. Fuck yeah. En ik ga vanaf nu niet meer schreeuwen, anders kan ik morgen namelijk de hele dag niet opnemen. Dan hebben we dat weer. Mijn eerste missie is dus gewoon een Battle Tower uitruimen. Hoe ik het doe, dat boeit niet als ik hem maar uitruim. Dus het maakt ook niet echt uit in hoeverre
zeggen, ik wacht even. Als ik nou heel even snel twee sticks erbij pak, dan maak ik even een diamond pickaxe. En een diamond sword. En een diamond pickaxe. Ja, wacht even. Ik ga gewoon even van alles nog wat maken, joh. Oh, ik ben zo blij, hè. Dit is zo chill. Echt mijn reactie, though. Ik weet niet waarom ik zo gek deed, maar ik was helemaal blij in één keer. Het voelde echt heel goed. Ik weet niet. Het voelde goed. Precies zoals het moet. Het voelde goed. Zo goed als kool en roet. Nee, cool. We hebben nu in ieder geval diamond tools, wat echt super sick is. Wat ik even ga doen, is ik ga nu heel even snel naar buiten toe. Want ik ga namelijk heel even wat hout verzamelen. Voor de mensen die zich afvragen waarom ik hout ga verzamelen. Dat heeft ermee te maken, omdat ik namelijk het hout nodig heb voor het maken van meerdere kisten. Waar ik dan even alle spullen in kan dumpen. Want ik ga namelijk maar een paar dingen meenemen naar die battle tower. Dat is alleen rot en flesh, omdat ik dan tenminste wat te eten heb. Dus ik hoop echt met heel mijn hart en ziel, dat er ergens in een van die kisten van die battle towers wat eten ligt. Want anders moeten we namelijk de hele aflevering weer gaan zoeken naar eten. En dat wil ik helemaal niet. Dus dan weten jullie ook gelijk wat voor loot ik eigenlijk het liefst wil. En jongens en meisjes, het kan natuurlijk zo zijn dat hoe hoger we komen in de battle tower, hoe epischer de shit wordt. Dus voor hetzelfde geld, ja, jullie hebben natuurlijk twee afleveringen geleden kunnen zien, wat voor fucking huge ass beest er bovenop die battle tower zat. Toen was ik namelijk een vleermuis of zo, of ik weet niet precies wat het was, een vogeltje of zo. Toen vloog ik naar boven in die battle tower en dan stond er een fucking huge beest. Nou, dat beest moeten we natuurlijk uiteindelijk ook gaan verslaan. Dus, wordt fucking episch, maar we beginnen natuurlijk gewoon bij de onderkant. Egg hatching soon. Keep watch. The hatched queen. Oh ja, we hebben natuurlijk de vorige aflevering hebben natuurlijk een huisdier gekregen. En dat heeft ermee te maken omdat we namelijk de vorige aflevering twee van die eieren hebben neergezet. Dus er is een mogelijkheid dat we deze keer weer, deze aflevering, weer een huisdier gaan krijgen. Als het ei uiteindelijk is uitgekomen. Ook al moeten we dan natuurlijk wel in het bijzijn van het ei blijven. Want anders is het namelijk niet echt jouw huisdier als het ware. Oh ja, voor de mensen die zich afvragen hoe ik mijn ei heb genoemd. Of eigenlijk mijn slang, wat dus mijn huisdier is. Die heb ik Hessie genoemd. Want zo heet namelijk mijn kat als het ware. Dus ik vond Hessie in principe wel een hele gepaste naam. Maar jongens en meisjes, ik ga dus nu heel even snel deze kist neerzetten. Ik ga daar heel even alles in doen wat ik deze aflevering gegarandeerd niet ga nodig hebben. Wat eigenlijk bijna alles is wat ik momenteel bij me heb. En het enige wat ik mee ga nemen is rotten flesh. En mijn zwaard, mijn pickaxe, mijn axe en mijn bow heb ik eigenlijk ook niet nodig. Dus dit is eigenlijk alles wat ik nodig heb wanneer ik de battle tower inga. En ik heb uiteraard mijn citroensap nodig samen met mijn bolglaasje. Wat eigenlijk bedoeld is wanneer je even een beetje zo de ding nachten wil gooien. En allemaal dingen wil zien gebeuren die er eigenlijk niet zijn. Dus ja, fuck yeah. Ik heb er zin in. Deze aflevering begon echt super sensationeel. En ik hoop ook dat die super sensationeel eindigt. De kans is natuurlijk enorm klein dat ik in deze aflevering de hele battle tower kan gaan ontruimen. Maar het is in ieder geval mijn bedoeling om een gedeelte van de battle tower te gaan ontruimen. En ik ga trouwens gelijk even wat schoenen maken. Dan heb ik die namelijk in ieder geval ook aan. Dan ben ik ietsje beter verdedigd dan ik al ben. En het lijkt me ook handig als ik voor de rest heel even wat, wat betere iron gear maak, zeg maar. Dan heb ik in ieder geval wat betere shit dan wat ik nu heb. Dus op deze manier. Oké, nice. Let's go. Ik heb alleen geen helm bij me momenteel. Ik geloof dat ik die nog moet maken. Kan je met Emerald trouwens een helm maken? Want ik heb heel veel mods eraan toegevoegd. Dus misschien kan dat. Nee, dat kan niet. Dat kan waarschijnlijk wel wanneer ik dan weer een nieuwe mod erin gooi. Oh ja, nogmaals. Voor de mensen die zich afvragen welke mods er verwerkt zitten in de Minecraft versie. Of eigenlijk hoe de wereld er nu uitziet. En welke ik mods tot nu toe heb gebruikt. Dat zijn deze. Alle mods die jullie nu in beeld zien. Dat zijn de mods die momenteel verwerkt zijn in deze serie. Stel je voor dat jij denkt van Job, er zit een mod bij die ik liever in vervanging zou willen zien. Voor een andere mod. Dan kun je dus hier bijvoorbeeld beneden in de comments schrijven. Van Job, ik wil graag dat jij reis minimap vervangt. Voor, zeg eens iets. Too many items. Dat zou je bijvoorbeeld in de comments kunnen schrijven. Maar je zou bijvoorbeeld ook in de comments kunnen achterlaten van Job, je hoeft geen mods weg te halen, maar ik zou graag dat je een willen dat je een mod erbij doet. Maar voor hetzelfde geld denk je totaal anders en denk je van nou Job, je hoeft er geen mods meer bij te doen, maar ik wil eigenlijk wel dat je er een mod afhaalt. Jullie beslissen alles. Alles. Dat was echt fucking raar. Ik weet niet wat voor vragende bevalling dat was. Laten we het houden op een inspiratiebevalling. Jullie beslissen alles van wat er gebeurt in deze serie. Als jullie tegen mij zeggen massaal van Job, ik wil graag dat je deze mod erbij doet, dan doe ik deze mod erbij. Maar stel voor jullie denken Job, ik wil dat je die mod erbij doet, dan doe ik die mod erbij. En voor de mensen die vragen, Job, waar staat deze en die voor? Dat zijn gewoon even simpelweg voorbeelden. Maar voor de rest, dat is eigenlijk, heb ik trouwens alles meegenomen om in de battle tower. Ja, ik denk het eigenlijk wel. En voor de rest is er eigenlijk vrij weinig wat ik tegen jullie nog te vertellen heb omtrent deze serie. Als jij kans wil maken om in het begin van de aflevering in de reactiespotlight te komen, dan kun je hier beneden in de reactie gewoon even een toffe reactie achter te laten. Je hoeft geen hashtag te gebruiken. Als jij wilt dat ik jouw reactie in beeld laat komen als missiereactie, dan kun jij gewoon even een beetje een goed geschreven reactie. Dus niet met al te veel spellingsfout en shit. Kun je hier beneden even laten weten in de comments met erachter hashtag missie. Zorg er dus. Ik zoek dus geen missies van Job, bouw een station, bouw een haven, bouw een huis. Ik zoek missies van Job, probeer zo snel mogelijk een hele battle tower te ontruimen als een kat. Job, probeer zoveel mogelijk lucky blocks te vinden in de woestijn. Job, probeer zo snel mogelijk een oger te killen. Job, probeer zo snel mogelijk in een weerwolf te veranderen. Dat zijn de dingen die ik zoek. En dat kan bijvoorbeeld ook een keer zijn met citroensap of met
cinnamon of met pepers. Oh jongens, meisjes, ik heb zoveel inspiratie voor deze serie. Jullie willen niet weten wat voor epische dingen ik nog wil gaan doen. En nogmaals, meestal neem ik altijd 2 afleveringen achter elkaar op. Maar dat is gewoon puur omdat ik anders misschien niet elke dag kan uploaden voor jullie. Wat ik natuurlijk wel wil. Ja, ik kan natuurlijk elke dag uploaden, maar ik wil proberen dit ook gewoon, ja, lang te kunnen blijven voortzetten. Oké, we hebben de eerste laag uitgeruimd, jongens en meisjes. Dus we moeten... Ik doe het om de 2 lagen, want deze Battle Tower is fucking hoog. Het is niet handig om het om de 1 laag te doen, want dan zitten we namelijk... Dan kunnen we bijna niet spelen, want we hebben nu waarschijnlijk... Let maar op, we zijn namelijk hier ook zo doorheen gejaagd. Oh, kut. Oh, kut. Deze potion is, dat is kut. Oh, kut, dat zuigt. Oh, kut, kut, kut. Oké, wat zit erin? Oké, torsjes. Ga ik dood? Bijna. Kut, kut, kut. Ik ga dood. Ik ga dood. Oké, cool. Oké, we beginnen. We hebben nu 2 lagen uitgeruimd. Dus ik ga het citroensap. Oh, ik heb hier echt geen zin in. Ik heb net gegeten en dat gaat waarschijnlijk echt fucking nasty proeven. Als je dit doet naar tandenpoetsen. Oeh, het is zuur. Zo zuur. Het is sowieso al fucking zuur. Maar dat is toch zuurder. Oeh, zo zuur. Oké, cool. Ik denk dat ik maar gewoon. Dat ik het maar gewoon in een bolglaasje gooi. En dan hoop ik dat het een beetje te drinken is. Oh, ik kan me nog herinneren. Even een klein heel kort verhaaltje. Puur om even jullie eraan te herinneren. Wat het eigenlijk is en waar dit normaal gesproken voor dient. Dit gooi je meestal door water heen, waardoor je eigenlijk een soort van verfrissende waterdrank krijgt voor wanneer het bijvoorbeeld heel warm is. Dit kun je ook door thee heen gooien. Dit kun je door het maken van bepaalde gerechten heen gooien. Maar dit moet je nooit puur drinken. Als je dit puur drinkt, zo enorm nasty. Daarom worden er ook heel erg wat challenges van gedaan op YouTube. Maar ik denk, fuck it, ik ga er geen speciale challenge video van maken. Ik ga het gewoon verwerken in mijn motherfucking Minecraft Survival serie. Dus, dat ga ik doen. Bij elke 2 lagen die ik heb uitgeruimd. Wanneer ik dood ga, is dat natuurlijk gewoon klaar. Dan gaan we het misschien de volgende aflevering weer proberen. Maar ik denk dat ik de volgende aflevering een missie uit de reacties ga halen. Dus laat even een leuke missie weten met erachter hashtag missie. Jullie weten dus wat ik bedoel onder missie. Dus niet bouw dit en dit, maar dat wisten jullie. Cool, ik ga het doen. Maar wat ik dus eigenlijk wou vertellen is, ik had een hele lange tijd geleden, dat was geloof ik 6 jaar, had ik ontsteking in mijn speekselklier. En die was helemaal opgezet, die begon helemaal te bonken. En de dokter die gaf mij dit toen mee. En ik kan me nog herinneren dat toen ik dit in mijn mond deed, ik had nog nooit zo'n hekel gehad aan zuur drink. Vanaf die dag heb ik bijna nooit meer zure dingen gegeten. Geen zure matten, geen andere shit. Ik vond het altijd lekker, maar sindsdien... gewoon een trauma. Oké, ik pak heel veel mijn webcam erbij. Dan kan ik namelijk zien hoe ik het doe. Oh, ga voor. Ik gooi hem gewoon helemaal vol en dan neem ik gewoon elke keer 1 slokje. Ik begin er gewoon van te trillen. Dat geluid! Oh, dat geluid is zo vies. Oké, kijk, er zit een hele deuk in ook. Oké, cool. Ik heb hier nog dus een blikje brisk staan om het mee te blussen. Oké, ik denk dat we hier 4 slokken uit kunnen nemen. Oh, als ik deze opdrink, jongens en meisjes, dan ga ik me na de opname echt zo kut voelen. Omdat het gewoon dan echt op je maag gaat liggen gewoon. Oké, proost op Jobs Minecraft Survival, op het DMG Army. Zul ik hem gewoon in 1 keer achterover kiepen? Als ik dat doe, ben ik wel een baas. Als ik dat doe, ben ik... Maar ik heb hier ook helemaal geen beker waar ik het in terug kan tuffen. Ik wou eigenlijk in 4 slokken doen. YOLO! Oh, dit brandt. Oh, het brandt. Ik heb wondjes in mijn mond. Oh, fuck. Oh, kut. Oh, ik heb in mijn gehemelte heb ik van die wondjes zitten. Oh, tering Jantje. Ja, maar dat kan ik me niet meer herinneren. Zo, de ju. Dat is de reden waarom ze op de achterkant schrijven. 2 druppels per glas. Tering. Dat is fucking sterk. Echt, man. Ja, ik zou het nog 1 keer proberen. Oh, man. Dat is zo nasty. Ik heb hier echt 2 van die vieze kotsbakjes, als het ware. Oké, ik doe het wel even 1 keer. Neem ik 1 slok. Oh, je voelt dit echt helemaal opzwellen gewoon. Nee. Wacht eens even. Is deze niet over de datum? Dit is niet goed. Wacht even. Nee! Wacht. Nee! What the fuck? Deze is tot 4 januari 2014 goed! Hij is al een jaar over de datum! Hij is al een fucking jaar over... Hier! Hij is een jaar... Hij is een fucking jaar over de datum! What the fuck? Waarom staat het in de keuken? Kijk dan! Hier, stel scherp! Ja, hij is over de datum. 01-04-14. Teringzooi! Hij was tot 4 januari goed! 4 januari! Dat is fucking een jaar geleden! Dit ding is een jaar over de fucking datum! Gadverdamme, hé! Ik vond hem al zo raar smaak. Ik denk ervan, zo hoort hij niet te prikken. Ja, ik word doodziek, joh. Ik moet het even gaan googlen. Wat gebeurt... Ja, hier. Hij is in 2012 is hij gemaakt. Hier, kijk. 2012 staat hier. En hierachter staat de datum.
Fuck man! Dit is echt ongelooflijk dit. Dit is echt zieke shit gewoon. Letterlijk ziek. Echt man, waarom staat het in de fucking keuken? Hier, weet je wat er op de grond ligt? En fuck een stuk ontbijtkoek. Omdat ik net namelijk die trommel wou gebruiken. Damn man. Waarom ligt het in de fucking keuken? Ik ben geen chefkok, maar ik voel in ieder geval wel wat niet meer goed is en wat nog wel goed is. Ik dacht echt even dat ik over mijn nek... Kut. Ik dacht echt even een aantal seconden dat ik over mijn nek zou gaan. En nog steeds voel ik me echt niet gezond. Fucking hell man, weet je hoe slecht dat voor je is? Het is sowieso al niet goed om dat in één keer door te slikken. Maar jongen, weet je hoe lang dat over de datum was? Daar kun je doodziek van worden. Daar kun je gewoon fucking doodziek van worden, weet je. Ik vind het echt niet leuk. Gadverdamme, ik heb nu al gewoon geen zin meer om überhaupt nog een challenge te doen. Jeetje man, dat is zo vies. Zo fucking vies. Een jaar, ook niet een maand of drie maanden of een half jaar. Een jaar, hij is een jaar over de datum. Een heel fucking jaar. Ik heb het doorgeslikt. Fucking een hele sok heb ik doorgeslikt. Oh, waarom, jongen? Wat heb ik verkeerd gedaan in het leven? Waarom heb ik dit verdiend? Kut. Ja, ik ga dood, hè. Ja, dat dacht ik al wel. Jongen, wat de fuck gewoon? Oké, laten we het alsjeblieft achter ons houden, jongens en meisjes. Ja, achter ons houden. Het staat fucking op YouTube. Wil ik het achter me gaan houden? Jongens en meisjes, dus nogmaals, als jullie nog een leuke missie hebben voor dingen die jullie maar willen zien doen in deze serie aan opdrachten. Het is niet echt een objective van bouw dit of bouw dit. Het is meer een opdracht. Bijvoorbeeld van probeer met alleen één Iron Helmet een weerwolf in te maken. Of probeer span 3 Lucky Blocks en probeer met wat je uit de Lucky Blocks krijgt een hele tower in te maken. Dus stel voor, ik zou dan alleen maar bijvoorbeeld kool uit de Lucky Blocks krijgen. Dan moet ik dus proberen met alleen maar kool moet ik dus dan proberen die gasten in te maken. Of nou, dan zouden jullie eigenlijk beter kunnen schrijven van joh, je mag met één wooden sword en hetgene wat je uit 3 Lucky Blocks krijgt, moet je proberen om een battle tower naar beneden te halen. Kijk, dat zou een leuke objective zijn. Dat zijn ook objectives die ik zoek. Dus als jullie zulke objectives in de comments zouden willen achterlaten, of missies, niet objectives, missies, dan kunnen jullie dat doen en dan kunnen jullie erachter fucking missies schrijven. En het spijt me dat mijn enthousiasme ietsje minder is, maar ik heb net een jaar oude citroensap gedronken. Sorry hoor, dat ik me niet helemaal lekker voel. Oké, snel. Wat zit erin? Kool en wol. Nou, het wordt er niet echt beter op hoor. Sorry dat ik het zeg, maar beetje magertjes wat er allemaal in zit. Kut. What the fuck? What the fuck? Hoeveel zijn dat er? Holy shit, joh. Dat zijn er wel een stuk of 10 of 20. Ik weet niet hoeveel het waren, maar het waren er in ieder geval een hele hoop. Ik voel me echt niet lekker, joh. Zo, ik heb ook echt in één keer zieke hoofdpijn. Ik heb ook geen idee waar dat in één keer door komt. Maar vooral misselijk, man. Insane. Oh, dat is natuurlijk waar ik laatst ben doodgegaan. Ik snap niet waarom ik niet van tevoren even heb gekeken. Ik had het kunnen weten. Ergens toch wel. Het staat toch ook gewoon in de keuken, hè? Stel voor, ik zou het niet doen, want ik vind het nasty. Maar stel voor, ik zou vrijwillig gewoon eens een keertje op een dag denken van... Hé, ik ga een taart pakken. En ik gooi er wat van dat citroenlikeur in. Is het over de datum? Stel voor, ik zou dat niet weten. Dan zou ik dus eigenlijk gewoon een taart aan mensen geven. Ik zou een taart meenemen naar de Dutch YouTube Gathering. Deel ik aan jullie die taart uit. Schijnt er fucking bedorven citroensap in te zitten, weet je? Man, dat is nasty. En dat gebeurt mij altijd, hè, dit. Eigenlijk niet. Eigenlijk is het pas de eerste keer in mijn leven dat ik zoiets schors eet. Of drink eigenlijk. Het is niet echt eten wat je doet. Oh, die zijn echt irritant aan het worden nu, hoor. Oké, weed. Nice. Weed kan ik goed gebruiken. Oké, ik ga nu dood. Let maar op. Maar ja, jongens en meisjes, in ieder geval, ik vind het super awesome nog steeds om deze serie voor jullie te maken. En hopelijk vinden jullie het allemaal awesome om deze serie te kijken. En ik hoop dat jullie met wat originele missies komen. Altijd leuk om die uit te voeren namelijk. Als je er maar wel even voor zorgt dat de reactie er een beetje netjes uitziet. En dat er niet allemaal spellingsfouten en zo in zitten. Want dan is de kans veel kleiner dat ik de missie gebruik, eruit pak. Kut, zo hoe je het ook wilt noemen. Oké, ik ga mijn spullen nog één keer terughalen. En dan ga ik het hier belaten voor deze video. Want het was echt gewoon meer een challenge video eigenlijk. Dan dat het een normale Minecraft video was. Ook hebben in deze Minecraft video al fucking veel weten te doen. Deze video begon al echt zeer sensationeel met natuurlijk die Lucky Blocks. En nu in één keer ook nog eens een keer dit. Dat is echt insane hoe deze aflevering, wat er in deze aflevering allemaal niet is gebeurd. Ik denk van ik ben fucking lucky met wat ik uit die Lucky Blocks krijg. Ik heb ook het gevoel dat er iets in mijn keel beweegt. Ik weet niet wat het is. Nasty. Daar zijn twee weerwolven. Kijk, dat zou een leuke missie zijn. Zo van, Job, probeer twee weerwolven dood te maken met full leather armor en één wooden sword. Of Job, probeer in één aflevering. Kijk, dat is dus de reden waarom ik nog een paar mods erbij wil hebben. Stel voor jullie zeggen van, Job, doe de puntje mod erbij. En als je dan die mod erbij doet, doe dan deze missie. Kijk, dat zou leuk zijn. Er zijn vast nog wel mods waar je bepaalde missies aan kan vastbinden. Maar ja, op een gegeven moment dan wil ik er natuurlijk geen mods meer gaan weghalen. Want dan zitten we straks bij aflevering 10 en dan ga ik in één keer mods weghalen, waardoor de wereld corrupt raakt of zo. Dat wil ik natuurlijk ook niet. Liggen hier mijn spullen trouwens nog? Op mij is het trouwens wel een heel eind gekomen in de Battle Tower, zie ik nu in één keer. Het valt me nu in één keer op. We zijn echt al een heel eind. Dat is insane. Waar zijn allemaal fucking spullen? Nee. Oh, hier ben ik nog helemaal niet geweest. Hè? Waar zijn allemaal spullen gebleven? Wat? Hier ben ik dood gegaan, maar waar zijn mijn spullen? Je gaat me niet vertellen dat ik mijn spullen kwijt ben, toch? Nee, toch? Het staat daar
death point. Oké, wacht. Ik ren even heel snel naar boven. Wat dan als ik gewoon naar boven blijf rennen? En gewoon alle kisten openmaken. Misschien vind ik wel wat handigs. Weet je wat ik ook gewoon kan doen? Als ik nou gewoon als een vleermuis ga. En als ik dan gewoon overal doorheen vlieg. Misschien kan ik dan van alles en nog wat pakken. Een ant. Oh, dat is een mier. Dat wil ik eigenlijk liever niet zijn. Ik ben liever even in een beurt. Oh nee, jongens, meisjes. Nu ben ik iets heel belangrijks kwijtgeraakt. Ik heb nu namelijk helemaal geen. Ik ben al mijn armor ben ik kwijt. En ik ben al mijn wapens kwijt. Fucking lame. Ja, gelukkig hebben we het uit een lucky block gekregen. Zodat dat verzacht de pijn. Ook vind ik het wel jammer. Oké, wacht. Let op. Wat ik ga doen is ik ga gewoon. Oh, hier ligt alles. Oké, nice. Ik heb alles weer. Kut. Nee! Kut. Even. Oh, daar is die golem natuurlijk. Daar kan ik ook niet zo makkelijk naartoe. Daar ga ik sowieso dood. Oké, als ik weer een beetje aan het regenerate ben, dan ga ik gewoon weer rustig naar binnen. Wacht even. Als ik nou gewoon even mijn pickaxe erbij pak. Ik heb mijn axe niet. Die zal waarschijnlijk ergens naar beneden zijn gevallen. Kijk. Als ik nou gewoon op deze manier ga. Weet je, ik hoef helemaal niet op die manier te gaan. Ik hoef alleen maar hier even. Oké, wacht. Oeh, nice! Melon seeds! Oh, kut, die golem is vrij! Wat? Kunnen we hem killen? Oké, we gaan dit de volgende aflevering doen. We gaan dit gegarandeerd de volgende aflevering doen. Ik ga nu geen risico nemen, echt niet. Ik ga het hier lekker in de lucht erbij laten. Jongens en meisjes, enorm bedankt voor het kijken van deze nieuwe aflevering van Jof Minecraft Survival. Waarbij ik bedorven shizzle de McFizzle heb gegeten. De volgende aflevering gaan we verder. Welke mods wil jij er nog bij hebben? Dit zijn de mods die momenteel in deze Minecraft wereld zitten als het ware. Laat hier beneden weten in de comments welke mods er misschien weg moeten. Welke mods erbij moeten. Of welke mods... Oh, dat is een boertje van het zure shit. Of welke mods er vervangen moeten worden. Dus bij, weg of vervangen. Eén van die drie. Of alle drie. Of twee. Maakt helemaal niet uit. Jij mag kiezen. En laat natuurlijk even een leuke missie weten. Het is natuurlijk wel tof als de missies ook daadwerkelijk horen bij een bepaalde mod. Zodat het net iets spannender wordt. Bijvoorbeeld Job, probeer met een vleermuis zo hoog mogelijk te vliegen. En dan dit en dit te doen. Kom met wat leuke originele ideeën. En probeer ook wat leuke missies te bedenken. Die ook bij de mods passen met erachter hashtag missie. En de volgende aflevering natuurlijk weer een aantal reacties in de mod spotlight. Of in de mod spotlight, sorry, in de reactie spotlight. Jullie zijn bazen. En tot de volgende keer. Later mensen.